Hey, hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Björn Verkoppen, alias Boetje Björn. Ja, we staan nou eventjes een keertje niet voor de slagerij. We zijn onderweg naar België, naar Antwerpen. Sorry dat ik mijn zonnebril ophoud. Een beetje een scherp zonnetje. Dus kijk, we gaan je gelijk de file in. Ze komt best uit, dan heb ik mooi even tijd voor jullie. Maar sorry dat ik mijn zonnebril ophoud. Want het is een beetje een scherp zonnetje vandaag in februari. Lekkere dagen. Maar we zijn dus onderweg naar Antwerpen. Ik ben samen met mijn zoon. Mijn zoon die werkt ook bij mij natuurlijk in de slagerij. En die gaan een cursus doen morgen, cortador. En cortador, dat is hartstikke gaaf. Dat is van die mooie Spaanse hammer, kun je wel, die in zo'n klem zitten. Ja, dat vergt toch wel bepaalde bekwaamheid om dat te kunnen doen, om dat te snijden. En degene die dat goed kan, of die daarvoor gediplomeerd is, is een cortador, zo noemen ze dat. Maar hij gaat morgen die cursus doen en hopelijk is hij dan morgenavond ook cortador, hè? Dus, maar we gaan lekker nu alvast weg. Dinsdagmiddag rijden we er alvast heen. Morgenochtend vroeg moet hij er zijn. Dus ik zou zeggen, dan sta je ook in de file. Maar nu hebben we lekker alle tijd. Vanmiddag gaan we nog een paar leuke slagerijen bezoeken in Antwerpen. En dan zullen we waarschijnlijk nog wel ergens op het terrasje belanden. Dus kijk er naar uit. Leuke tijd. En ik wil jullie graag wat dingetjes van Antwerpen laten zien. En morgen zal ik ook wat dingetjes filmen van die cursus. Dus wordt weer een leuke deze. Wordt een leuke. Yes! Hier lekker gewerkt. Ik ben even een beetje aan het checken, een beetje aan het chillen zo, waar ze mee bezig zijn. De Spaanse cortador is uitleg aan het geven hoe je het beste die ham kan snijden. Dus, dat ziet er hartstikke goed uit, hartstikke lekker. We hebben net een lekkere lunch gehad. Ik ga het hier ook even boven even checken. Want, zoals je misschien ziet, we zitten hier in een kelder. Hartstikke gaaf. Boven is in de slagerij. Dus ik ga het even kijken, want ik ben er ook al een paar keer geweest. Als inspiratie voor mijn slagerij, voor mijn nieuwe slagerij, wat inmiddels alweer een jaar geleden verbouwd is. Ik heb er inspiratie op gedaan. Ik ga even kijken hoe het er nu voor staat daar. Zo, het is echt een vak apart dat die hammetjes snijden. Het is echt een kunst. Zie je echt die volleert cortador. Als je dat bent, dan ken je wat. Die maken echt mooie kunstwerkjes. Bloemetjes en alles maken ze erop. Echt geweldig, goed om te zien, leuk. Kijk, ik zat er voor de ingang voor de slagerij in Antwerpen. De Butcher Store. Voor mij is een vette naam natuurlijk sowieso al. De hele uitstraling is echt perfect hier. Het is zo waanzinnig. Het is een oude bier. Tenminste, het is geen oude, het is een wel oude bierbrouwerij. De bierbrouwerij zit er nog wel van de koning. En daaromheen hebben ze allerlei specialiteiten winkels. Waaronder deze slagerij is in de chocolaterie. Kaaswinkeltje zit hier achter. Restaurant zit erbij. Alles en nog wat. Ja, en als slager zijnde gaat hier mijn hart wel van open. Dit is natuurlijk gewoon top hoe dit eruit ziet. Nou, ik ga het eventjes binnen een beetje filmen. Ik heb gevraagd of het mocht. Dat mag dus. Er staat hier alleen een hele grote groep. Ik zit een beetje geïrriteerd te kijken. Geef voor de rest niet. Ik ga het gewoon even dingetjes filmen. En even een mooie slagerij laten zien.
ga je dus binnen in de slagerij. Ik zal een beetje ronddraaien. Ze staat een beetje geïrriteerd naar me te kijken, maar ik denk ik probeer het gewoon even. Ze kan me altijd op zijn minst wegsturen. Maar wie stuurt mij nou weg? Hè? Ja, dit is echt een super, super relaxed tijd. Mooie stukken vlees naar boven. Oei, 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 oei. Heerlijke hammetjes. Droge worsten. Ja, geweldig. Dit is echt gaaf. Zo, er wordt aandachtig en geconcentreerd gewerkt aan de hammetjes. Ze zijn met een mannetje van 8 zijn ze aan het snijden nu. De laatste handjes worden eraan gelegd. Zo, ik denk dat ze over een uurtje of twee zo moeten ze wel ongeveer wel klaar zijn. Dus hartstikke leuk. Binnenkort ook in de slagerij natuurlijk te bewonderen. Dion de Cortador. Het klinkt eigenlijk wel leuk, zeg maar. Ja, ik vind het wel leuk. Hij doet verschrikkelijk zijn best. José, dat is de Spanjaard die eigenlijk soort de cursus organiseert. Zeg ook, joh, je hebt het wel aardig in je vingers, dus dat komt best uit. Ik kan die mooi even een beetje snijden bij ons in de shop. Nou ja, ik denk dat het wel een hele leuke vlog zo is. Leuke dingetjes, leuke slagerij. Dus als je in Antwerpen bent, kijk even bij de brouwerij van de Koning. Er zitten natuurlijk allerlei andere speciale zaken zitten hier ook bij. Zeker een bezoekje waard. Voor nu wil ik je in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken. Top. Lieve comment. En zeker vergeet niet te abonneren. En dan graag tot de volgende. En ik ga deze eventjes verorberen. Tot later. Hoi.